Daar zijn we weer op deze zondagmorgen. Oh, het is lekker weer om binnen te blijven eigenlijk, hè. Maar ja, wij gaan vandaag toch een dagje weg. We gaan lekker naar de dierentuin met heel de familie. Dus dat is ook de reden waarom ik vandaag er vroeg ben. Nou, het regent, maar ik ga wel een zonnig kaartje vandaag maken. Ik ga het zo eventjes laten zien. We hebben natuurlijk vandaag weer leuke prijzen voor jullie. Want ik dacht gisterenmiddag in de winkel, ik ga even 4 leuke prijzen uitzoeken. En toen zei ik nog, mama, dan wil ik ook 4 prijzen weggeven. Ik denk, nou, dan zoek je maar inderdaad wat uit. Noor heeft uit haar Holy Cute Shop deze 4 leuke potloden uitgekozen. Met olifantjes. En wij gaan deze 4 leuke stempels van Lee Holland gaan we ook verloten. Die maken we morgen natuurlijk pas bekend. Morgen eventjes kijken als we alles gaan verwerken. Het draakje met de taart, het draakje met de ballon, het draakje met het cadeautje en het draakje met de bloem. Dus deze 4 stempels gaan we verloten met de leuke potloden van Noor. Dus ik zou zeggen, deel hem even op je eigen tijdlijn als je kans wilt maken. En de prijzen gaan natuurlijk weer mee in jullie tikkiemandjes. Dus het is inderdaad alleen voor de mensen die natuurlijk bestellen. Je shopt nog de hele week met 15% extra tikkiekorting. Dus alles wat in je mandje valt wat niet afgeprijsd is, daar gaat einde van de week, als we alles op gaan tellen, gaat er 15% vanaf. Nou, ik ga vandaag al stiekem een beetje aan de slag met de goodie bag zomer in je bol. Ik zal hem hier ook eventjes laten zien. Nou, ik probeer een beetje inderdaad het zonnetje in huis te brengen, Monique. Met een beetje een zomerskaartje vandaag. Nou, we hebben natuurlijk een goodie bag zomer in je bol gemaakt. Dat event staat op zaterdag 25 maart op de agenda. De waarde zit al rond de 45 euro. Je shopt hem voor 24,99. Ook die mag je nu bestellen in de Tikkie Live. Die gaat alleen natuurlijk nog niet deze week mee in jullie mandjes. Maar daar is pas de week voorafgaand aan die 25ste. Dus daar moet je nog wel even op wachten. Kun je wel alvast bestellen. Zomer in je bolpapier zit erin. Dat ga ik jullie dadelijk laten zien. Dit is die leuke tekenmal van de Wereldbol. Die gaan we vandaag gebruiken. Er zit een tekenmal in van zo'n Instax-camera. Een foldcardmal. Een mal van palmboompjes. Deze exclusieve mal van de watermeloentjes heb ik exclusief voor deze kit gemaakt. Dus die gaat ook niet uitkomen onder Dutch Doobadoo. Die is alleen exclusief voor Noor. En dan zitten er 2 mallen van Marianne in. Met een palmboompje en een hangmat. Dus 24,99 voor de goodiebag zomer in je bol. Daar gaan we zo meteen mee aan de slag. Denk je van, nou, ik wil daar helemaal niet op wachten. Ik wil alvast het papier van zomer in je bol bestellen. Dat kan natuurlijk ook. Dat pakketje, dat is 5,99. Nou, gefeliciteerd inderdaad. Ik zie dat we ook nog een jarige hebben. Gezellig. In het setje zomer in je bol zitten deze keer 3 vellen met plaatjes. Allemaal lekker tropisch. Oh, kijk eens, ook dit zandkasteel. Gnoompjes in bikini. Hier nog meer in bikini. Op het strand, in de zwemband. Van alles zit er eigenlijk in. Snorkeltjes, duikbrillen. Zwembanden in de vorm van watermeloentjes. Dus dit papiersetje, die kost 5,99 als je die los wilt bestellen. Die hebben we los natuurlijk ook nog voldoende. Als je denkt, nou, ik kom niet aan mijn... ik heb anders niet genoeg papier als ik aan zo'n festijntje mee wil doen. De zomer in je bol, 5,99. Oh, dit is ook leuk voor de zomer, hè. Zo'n ruitje heb ik erin gedaan. En hier allemaal van die tropische bloemen langs de kanten. Zigzagje, dit vind ik een beetje zo'n zwembadpatroon. Die steentjes van een zwembad. En een streepje. En hier ook nog allemaal ijsjes. Die zou je ook natuurlijk nog uit kunnen knippen. Dus dat is zomer in je bol. Daar gaan we vandaag mee aan de slag. Die leggen we hier even opzij. Maar ik ga ook met de tekenmal van de Wereldbol aan de slag. Dat is echt heel erg, maar ik had die dus nog nooit gebruikt. Dat is een tekenmal van Dutch Doobadoo. Die zit dus ook in je goodiebag. Misschien denk je wel van, oh, ik wil eigenlijk gewoon die Wereldbol gewoon even los bestellen van Dutch Doobadoo. Dat kan natuurlijk ook. Die is 4,99. Ik heb de basis uit wit gemaakt. Mijn wereldbolletje zelf. Mijn standaard uit bruin papier. En dan heb ik hier, kijk, de bol zelf. En dan al die losse werelddelen.
Die gaan we zo meteen even met inkt op kleur maken. Dus deze leggen we even opzij, hè. Dan worden de werelddelen, die gaan we zo meteen met groen een kleurtje geven. En ik wou gewoon de wereldbol zelf natuurlijk met blauw een kleur geven. Dan gaan we met een water reactive inkt doen. Gaan we zo meteen lekker inkten en dan gaan we met water overheen sprayen. En dan lijkt het net of het allemaal echte werelddelen zijn, zoals je dat op een wereldbol natuurlijk ook altijd ziet. De inkten. Ze zijn er eindelijk weer. We hebben daar echt maanden op moeten wachten. Want ze waren niet leverbaar. Wij verkochten die altijd heel veel. Dat zijn deze setjes van Studio Light. Die kosten €5,99. Wilma, we weten wel wat je bedoelt. Die goodiebag van 2 april, die heet Be Happy. Studio Light die heeft 6 setjes met inkt uitgebracht. Een water reactive inkt. Het zijn mooi bij elkaar passende kleurtjes. Dus als je lekker wilt blenden, hoef je niet na te denken. Want dit matcht allemaal. 5 druppeltjes zitten er in een verpakking. En die kosten €5,99. Ik zei gisteren nog tegen mensen in de winkel. Alle waar naar zijn geld. Deze doet echt gewoon wel wat hij moet doen voor dit bedrag. Dus als je denkt, ik wil echt beginnen met inkten. Dan is dit echt een prima setje. Meer dan prima. Je kunt het natuurlijk niet vergelijken met een Harmony inkt. Want die zijn €5,99 per kussentje. Maar nogmaals, prijs-kwaliteit vind ik meer dan prima voor deze inkten. Nou, er zijn 6 verschillende sets met kleurtjes. Als je ze dus nu bestelt, krijg je dus ook weer 15% korting. En we hebben ze dus ook sinds van de week weer op voorraad. Dit is het setje met de rode en de oranje inkten. Dan is er een setje met paarse. We hebben een setje met roze tinten. Oh, het zijn mijn lievelingskleurtjes. Het is ook leuk om wangetjes en zo te kleuren. Er is een setje met bruine kleurtjes. En daar zit ook een zwarte bij. En we hebben een blauwe en een groene set. En met die blauwe en die groene set ga ik natuurlijk vandaag aan de slag om een wereldbolletje in te kleuren. Ik heb het jullie misschien al wel eerder laten zien. Misschien hebben we ook een hoop nieuwe mensen die pas kort naar ons kijken. We hebben van Joycrafts deze opbergboxen. En daar passen precies al die inkten in. Oh, ik heb hier een roze eruit, want die gebruik ik altijd voor de wangetjes. Alle kleurtjes zitten hier in deze bewaarbox. En dan heb je dus alles netjes bij elkaar. De losse boxen, die zijn €11,99 als je die wilt bestellen. Ik heb voor mezelf ook van alles kleurenwaaiertjes gemaakt. Kijk. Dus van alle groene inkten heb ik dan zo een waaiertje gemaakt. Gewoon labeltje gestanst, kleuren achterop geschreven. Want ik vind vaak als je ze gaat gebruiken, wil je toch even de daadwerkelijke kleur zien. Want die wijkt vaak best wel een beetje af van hoe het in het doosje eruit ziet. Dus neem even een keer de tijd voor jezelf en maak even een waaiertje. Dat is wel zo handig. Dus vandaag gaan we met de blauwe en de groene inkten aan de slag. Daar gaan we dus een wereldbol mee op kleur brengen. En ik heb die kleurkaart gewoon eventjes per setje van Studio Light met een bindringetje bij elkaar geknoopt, hè, zoals je zag. Nou, je gaat gewoon voor jezelf heel makkelijk even kijken. Wat vind ik nou leuk? Ik vind dat het voor een wereldbol best wel een beetje een donkerder kleurtje mag zijn. Ik heb de kleur op de achterkant geschreven, de 006. Die had ik er volgens mij thuis al uitgelegd en die had ik al klaargelegd. Die losse inkten ben ik volgens mij vergeten. Dan doen we even een andere, de 009. Ik heb in de doos, zoals je net zag, heb ik ook die kussentjes erbij zitten. Die passen dus gewoon in die vakjes ernaast. Ik heb dus per kleur een apart kussentje, want anders wordt het zo geklieder. En dan zitten alle kleurtjes door elkaar. Ik werk met deze inkten het liefst met deze stokjes van Studio Light. Dat zijn deze blending tools. Met een klittenbandje bevestig je dus die foam pads erop. Dit setje met de blending tools, daar zitten al 6 kussentjes bij. Die is €9,99. En als je dan de refills wilt, de refills van de foam applicators, er zitten er ook 9 in. En die zijn ook €6,99. Dus dan hou je dus een kussentje per kleur. Krijg je geen geklieder. Kijk, en die bevestig je gewoon zo heel eenvoudig op je stokje. En dan kun je gaan blenden. Zijn de mannen niet blij dat de mandjes gevuld zijn, dames? Maar ja, jullie worden er waarschijnlijk wel blij van, toch?
Ik ben mijn grote Mr. XL weer eens kwijt. Ik maak er af en toe zo'n bende van hier. Dus ik neem er even... Oh jawel, ik heb hem hier. Want we gaan ook kliederen met inkt. Met water. Dus ik neem mijn Mr. XL neem ik erbij. Dat is deze. Dat is dus een spraybottle met zo'n verstuivertje, weet je wel. Net als dat je op een parfumflesje hebt. Dan kun je water in doen. En daar gaan we zo meteen met nat eventjes mee kliederen. Dus ik neem al even ook een stukje keukenrol bij de hand. Dat vind ik een goeie, Linda. Linda zegt happy wife, happy life. Nou, dat vind ik inderdaad ook. Nou, dus we gaan eerst de wereldbol. Waar de zee op komt, die gaan we even in het blauw doen. En dan gaan we die losse werelddelen, die doen we dadelijk natuurlijk even in het groen. Nou, je kunt het op twee manieren doen. Je kunt de inkt eerst op je glazen plaat doen. Je kan meteen vanuit de inktpad gaan inkten. Dat doe ik zelf altijd, want dan is hij wat dieper van kleur. Dari, dit is de goodiebag van Zomer in je Bol. Die is €24,99. Die kun je ook bestellen in de webshop of je kunt hem bekijken in de webshop. Dan ga je naar norazo.com en dan klik je boven in de balk op workshops online. En daar zie je hem ook tussen staan. Dus papier, 5 mallen van Dutch du Badoo en 2 mallen van Marianne Design. Los zou je rond de €45 kwijt zijn. De goodiebag Zomer in je Bol, die is €24,99. Nou, dus we beginnen even met blenden. Ik draai altijd naar me toe en met blenden, dames. Ik neem wel even een stukje papier erbij. Dat weten jullie wel. Misschien hebben we ook beginners die meekijken. Je vingers zijn altijd een beetje vet. Dus leg altijd even een doekje op je papier waar je mee werkt. Want anders zie je al die vette vingers in je inkt en dan krijg je niet meer weggepoetst. Kijk, zo wordt het echt al een beetje het effect van de zee, hè? Dus het hoeft niet helemaal perfect en overal hetzelfde. Je gaat gewoon lekker blenden tot het naar je zin is. Er zit hier ook zelfs nog een donkerder kleurtje blauw in. Die ga ik er ook nog even bij nemen. Al die kleurtjes die mixen en matchen wel met elkaar. Dus hoef je niet echt over na te denken. Dat komt goed. En je gebruikt ze gewoon met en door elkaar heen. Wel even je kussentje dan natuurlijk vervangen. Nou, gaan we nog even een donkerder kleurtje erbij doen. Ja, dan zie je dus wel meteen langs de kantjes. Dat is op zich wel leuk. Kijk, en dan heb je hem toch naar het midden toe heb je een beetje lichter uit laten waaieren. Nou, dan neem ik die mister erbij. Kijk dat ik niet alles nat spetter. Die is dus 99 cent, zit water in. En daarmee spray je een beetje over je inkt. En wat een water reactive inkt dus doet, die reageert dus op water. Dan zie je dat hij op die delen gewoon de inkt een beetje wegneemt. En dan krijg je echt een beetje zo'n zee-effect. Kunnen jullie het zien? Nee, Karen, de nieuwe kraflablijn is er niet. Hè? Dat is altijd het einde van de maand pas. Dus de 31ste deze maand. Maar je mag het wel gewoon nu al bestellen. Maar gaat niet in een tikkiemandje mee van deze week. En de nieuwe kraflab collectie is natuurlijk ook niet met korting. Want die mogen we niet met korting aanbieden. Nou, dus dit is mijn watertje. Dan ga ik even groen uitzoeken voor de werelddelen. Zoek ik ook gewoon een lichtere en een wat donkerdere groen. Zoeken we erbij. Beginnen we maar even met de lichte altijd voor het gemak. Deze kan ik al wel even op mijn wereldbol gaan plakken. Dan zit die maar vast. Dus de tekenmal waar ik mee werk, dames, voor de mensen die later aangehaakt zijn, dat is de tekenmal van de wereldbol van Dutch du Badoo. Die zit dus in de goodiebag
En wil je die losbestellen, dan is die €4,99. Zo, de zee zit erop. Ik ga er straks ook nog overheen spetteren, weet ik nu al. Met een witte spetterpen. Kijk, nou, het begint wel helemaal op een globe te lijken, hè? Op een wereldbol. We gaan nu de werelddelen even maken. Met wat verschillende kleurtjes groen. Kijk, dit is Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Het lijkt ook echt wel een beetje, hoor. Zo Afrika. Dus hou ook een beetje die positionering inderdaad aan, hè. Dus we beginnen een beetje met inkten met lichtgroen. En dan gaan we dadelijk met donkergroen nog even de aanzet doen. Dus dit is ook weer het setje natuurlijk met de groene inkten van Studio Light. Ik heb ze jullie net allemaal laten zien, hè. Een setje met inkt shop je nu weer. Ze zijn er weer, want ze waren dus heel lang niet leverbaar. €5,99 voor 5 inktkussentjes. En er zijn dus 6 verschillende setjes. Misschien denk je wel van, nou, ik profiteer nu even van die aanbieding van 15% tikkiekorting. Neem ik ze allemaal en dan heb ik mijn serietje compleet. En wat natuurlijk wel is, als je deze inkt hebt, je kunt dan natuurlijk ook weer gewoon combineren met de inkten van iZink en met de Harmony inkten. Dus je kan alles gewoon door elkaar heen gebruiken. Ja, dit is een hele lichte groen, Monique. Kijk, dit is de kleurenwaaier. Dan zie je het ook. Hier zitten ook nog gele kleuren bij. Maar dit zijn alle kleurtjes uit de groene set. Dus van licht naar donker. Dus dan heb je altijd wel een kleurtje groen wat je graag wilt hebben. Maar nogmaals, ik ga dadelijk ook nog met donkergroen natuurlijk eroverheen. Maar ik vind het altijd wel mooi om een lichte aanzet te doen. En dan krijg je dus naar binnen toe een beetje dat het licht uitloopt. Vind ik zelf het mooiste. Zo, dan gaan we naar het tweede kleurtje groen. Die donkerdere. Dat klinkt raar. En dan gaan we hier zo donkerder aanzetten, langs de randjes. Maar het is gewoon een hele fijne inkt, die van Studio Light. Hij blendt lekker. Zorg dat je de goede tools erbij hebt, hè? Zoals bijvoorbeeld die blending tools van Studio Light. Je kan het ook met de borsteltjes doen. Ik vind het zelf in dit geval toch vaker fijner met de blending tools, want dan kun je wat harder aanzetten als met een borsteltje. Maar je moet natuurlijk gebruiken wat je zelf fijn vindt. Ik gebruik het altijd een beetje door elkaar heen. De borsteltjes en ook de blending tool. Ligt er een beetje aan wat voor techniek je dat kan doen. Kijk, zie je hoe leuk dat die werelddelen nu worden. Even Afrika nog doen. Wendy, er is verder geen live vandaag. We hebben geen festijn of zo, hoor. Dit is gewoon een zondagochtend live. Dus je kunt gewoon de hele dag, Wendy, in deze Tikkie Live ook bestellen. We laten de reacties gewoon de hele dag openstaan. En dan gaan we morgen alles verwerken. Je kunt dus weer shoppen met je 15% extra Tikkie korting. En de mandjes die blijven dan weer staan tot het einde van de week. Dus je hoeft natuurlijk niet alleen te bestellen wat ik laat zien. Je kan ook, als je andere dingen nodig hebt, kun je die er ook gewoon ingooien. En dan zorgen wij dat het in orde komt voor je. Nou, dat is lief om te horen, Wendy. Ik ben er sowieso morgen wel weer om 10 uur. Dan hebben we ook weer een Tikkie Live. Heb ik ook weer een heel leuk project voor jullie voorbereid. Kijk, deze gaan we nou even opplakken. Wordt helemaal leuk, dames, mijn wereldbol. En ik ga het zo meteen natuurlijk helemaal aankleden. Ik ga het op een basiskaart doen.
En dan met het papier en de plaatjes zomer in je bol. Kijk, deze komt een beetje zo hier. Dan gaan we naar Zuid-Amerika. Kijk, die komt hier. Kijk, en dit is natuurlijk wel met die werelddelen ook het leukste als je dat gewoon met inkt doet. Want ja, als je dat gewoon uit een effen designpapiertje doet, dan is het toch niet hetzelfde effect, vind ik zelf. Maar kijk, zo wordt hij toch helemaal leuk. Karin Harkema, wat bedoel je met cardstock strand? Probeer het even goed te omschrijven. Kijk, dit is mijn wereldbolletje. Ik ga er even op spetteren met een spetterpen. Dat is de witte Molotov, hè. €6,99 kostte die. En ik zou ook nog even met een hele donkerblauwe inkt, denk ik, kunnen spetten. Ik ga even kijken of dat lukt. Doe je gewoon even wat inkt op je mat. Doen we even een beetje met de mister eroverheen, dus een beetje water. Even kijken of ik een penseeltje bij de hand heb. Handig als je alles gewoon zo voor het grijpen hebt, hè, dames. Elkaar, en dit is echt niet zo moeilijk. Je ziet hoe we het doen. Nee, deze, er komt niet genoeg inkt dan vanaf. Dat is natuurlijk wel. Ik denk dat ik het even met een andere kleur spetterpen nog ga doen. Dat kan ik wel doen. Ik heb namelijk ook een hele mooie blauwe spetterpen. Kijk eens naar deze. Dit is een, ook een Molotov. En dat is de metallic blue. Die gaan we er nog even overheen gooien. Ik vind dat er bij mijn zee eigenlijk nog best wel wat blauwe spetters bij mogen. Die Molotov markers zijn op basis van acrylverf, hè, dames. Dus schud hem altijd even goed voordat je hem gaat gebruiken. Ik dep hem ook altijd eerst eventjes af op mijn mat. Omdat je dus anders een hele kledder kan krijgen als er dus een klieder vooraan in zit. Kijk, oh, dit is ook een mooie. Ik ga het even close-up laten zien. Kijk, dit is die metallic blue. Die spetterpen. Dus die gebruiken we er ook eventjes bij. Nou, dan vind ik mijn wereldbol eigenlijk wel in orde. Die gaan we even opzij leggen. Kan die lekker even drogen. En misschien dat ik nog even met een witte Signo nog wat accentjes aan ga brengen. Hier heb ik hem voor het grijpen staan. Mijn witte Signo Multiliner. Hè? Vind ik het altijd wel leuk om op die donkere delen, net als bijvoorbeeld hier, een beetje zo te tekenen. Krijg je net zo een beetje een soort schaduweffect. Nou, die witte Signo pen, die kost €4,99 als je die in je mandje wilt. Hier ook even die rondingen even zo aanzetten. Nou, hier ben ik al happy mee, dames. Dit is mijn wereldbol dus geworden. Met de mal van Dutch Doobadoo. Ik heb een basiskaartje gesneden. Ik ga wel even meten voor jullie, want ik meet daar nooit. Ik heb hier geen liniaal bij de hand. Nee, ik heb geen liniaal, maar ik heb hem gewoon een beetje uit de losse hand heb ik hem gemeten. Ik had er mijn wereldbol eventjes opgelegd. En ik dacht, oh, dan ga ik gewoon zo even kijken hoe groot het die moet zijn. Dit is ook weer een printje natuurlijk uit het papier zomer in je bol. En het wordt dus een mooie grote rechthoekige kaart, want anders past mijn wereldbol er niet op.
En ik dacht, dan neem ik dus in die linkerbovenhoek dat mooie patroontje met die tropische blaadjes uit de set zomer in je bol. Die losse bloemen en zo ga ik zo ook weer terug laten komen. Even een foamtapeje erbij. We hebben ook deze. Ik zal hem even erbij pakken. Nee, deze gebruik ik eigenlijk wel het meeste. Dat is de 1 mm foamtape van JJ. Volgens mij kost die uit mijn hoofd 99 cent. Er is ook dikkere van JJ. Die is 2 mm dik. Dat is dus de hoogte van je foamtape. Vind ik vaak net wel een beetje te hoog. Dus we gebruiken nu de 1 mm en dan gaan we de wereldbol eventjes mee op ons kaartje zetten. Zo, er zit een plakband aan mijn vinger geplakt. Nou, dit is ook allemaal al wel droog hoor, van die spetterpennen. Dat gaat altijd vrij snel. Dus hier doe ik gewoon zo een beetje foam achterop. Zo. En dan komt deze op mijn basiskaartje. Dan komt hij dus een beetje verhoogd, komt hij erop, hè? Zo, mijn wereldbolletje. Ik heb natuurlijk een grasrandje gestanst weer met de mal van Kraftlab. Dus onderaan maken we even een grasje. Die plak ik ook weer vast natuurlijk met de lijmpen van Dutch Do Badoo, hè. Die lijmpennen, die kennen jullie wel. 3,99 per stuk zijn ze. Ik doe weer even alleen aan de onderkant lijm, want we gaan natuurlijk dadelijk van alles nog in en om en tussen het gras plaatsen. Nou, ik had me bedacht uit het papiersetje. Ik pak hem er even bij. Welk plaatje dat ik me bedacht had? Deze had ik bedacht. Kijk hier, want die heeft datzelfde tropische blaadje op haar mutsje. Een losse ananas, die gaan we hier zo meteen nog weer los op verwerken. En ik had ook deze tropische blaadjes. Die kunnen dan dadelijk weer ergens op mijn wereldbol. Dus we gaan dit plaatje even uitknippen. Een beetje zo'n soort Chinees parapluutje heeft ze in de hand. Nou, ik heb al wel zin in ijsjes weer, dames en jullie. Als ik die plaatjes zo zie, dus. Nou, dat online festijntje, die is dus 25 maart. We gaan er toch wel even vanuit dat het tegen die tijd al wel een beetje zonnig is, hè. Want dan begint voor ons en bijna voor iedereen, denk ik, ook wel weer bijna het campingseizoen. Dus dan mag het zonnetje wel weer gaan komen, hè. Dus deze knippen we even netjes uit. Jawel, we gaan dadelijk naar de dierentuin, Karin. Dus daarom ben ik er ook vroeg. Want normaal ben ik er altijd pas om 10 uur. Dus daarom vandaag een dagje eerder. Nou, ananasblaadjes knippen we hier even netjes uit. Ik knip alles met mijn precisieschaartje van X-Cut. Daar zien jullie wel. 6,99 kost die. Dat is het schaartje met de 4,5 inch bladen. Hij is teflon, dus je kunt daar ook tape mee knippen. Heb ik net ook gedaan. Plakt niet. Dat is uit onze collectie van X-Cut. Eens even kijken waar we deze neer gaan planten. Ja, ik ga haar aan deze kant, zo achter het. Zal ik ze aan deze kant doen? Nee, want dan valt er weer een deel van mijn wereldbol weg. Dat gaan we niet doen. Ik heb ook nog leuke stansen van palmbomen. Die gaan we er zo ook nog bij zetten als er plaats is. Ik heb een grote kaart, maar dadelijk heb ik nog niet genoeg ruimte. Dat zou er zijn, hè? Dus deze komt hierbij. Ik had dus hier, kijk.
Die tropische blaadjes die komen dan ook weer overal terug. Ik dacht, die zet ik hier lekker aan de onderkant tegen mijn wereldbol aan. En hier heb ik nog een losse ananas geknipt. Die zit ook in de papierset zomer in je bol. Die zetten we hier dan weer even achter. Kijk hoe gezellig al. Ik ga er straks ook nog even natuurlijk een tekst bij maken. Ik had palmboompjes gestanst. En dan niet die in de goodiebag komen, maar ik had nu even deze genomen. Deze stand van de palmboompjes is van Elizabeth Craft. 13,99 kost die. Kijk, zit ook weer een hangmat bij. Kokosnoten zitten erbij, dus die gaan we even in elkaar zetten. En die gaan we zo meteen even achter de gnoompjes en bij de wereldbol plaatsen. Even kijken waar er plaats is. Je hebt dus twee verschillende stammetjes. Dus het is ook leuk als je een groepje met palmbomen maakt. Nou heb ik daar nu op dit kaartje niet zo heel veel plaats voor, maar ik dacht gisteravond, ik stans er gewoon even wat meer, want ik ga de komende tijd toch vaker aan de slag met het papier zomer in je bol. Ik denk, dan kan ik gewoon wat palmboompjes op voorraad maken natuurlijk. Nou, hij gaf inderdaad wel droog aan vandaag, Chris, dus op goed geluk. Maar we gaan met heel de familie, dus weet je, dan is het probleem altijd, je moet er wel een beetje plannen, want hè? Je moet dan een datum prikken wanneer je met z'n allen gaat. Ik heb even drie puntjes gezet voor de kokosnoten. Deze, daar vroegen jullie van de week ook om. Dit is de quickstick van We Are Memory Keepers. Daar zit gom in de punt. En daar kun je dus hele kleine deeltjes kun je daarmee oppakken. Het is dus geen plak, want iemand zei van de week zit daar ook lijm bij. Maar het is gewoon iets om iets niet permanent eventjes tijdelijk op te plakken. En om te kunnen positioneren. Dit is goed. Zijn van die hele kleine friemelstukjes. Dat krijg je gewoon met een pincet ook bijna niet opgepakt. Dus daar hebben we die quickstick voor. Ik vind dat zelf heel handig. Vooral ook met mijn lange nagels. Hè, kan ik het anders vaak niet pakken. Een beetje lijm erbij. Dus je pakt hem op met je quickstick. Je positioneert en dan druk je het gewoon voor jezelf een beetje aan. De prijs van de quickstick die is €9,99. En hetzelfde doen we dan met die grote palmboom. Ook weer drie kokosnootjes erbij. En dan vind ik het ook wel weer leuk dadelijk om met een signopen even een accentje te geven aan de kokosnoten. Ja, dit is een leuke stans hè, van Elizabeth Craft. €13,99 kost hij. De stans van de palmboompjes. En dan heb je dus twee verschillende. Ik weet dat we echt, een paar jaar geleden hadden we ook eens heel leuk papier van Bella Lulu. Ook met zomergnoompjes. En toen had Karen een gnoompje in die hangmat gelegd. Kijk, dan doe ik even bij die kokosnoten ook zo een accentje tekenen. Zo, en die gaan we ergens ertussen planten. Vast nog wel ergens een plekje. Kijk, hier ook zo. Doe ik ook maar weer met een beetje kit. Zal ik ze hier tussen zetten? Kan ik ook wel doen. Ik ga het gewoon allemaal aan deze kant houden. Kijk altijd gewoon even voor jezelf, hè, waar je ruimte hebt en waar nog iets tussen kan. Ik moet zeggen, bij mij is het nooit heel snel vol genoeg. Dan kunnen we deze hier ook wel weer achteruit laten steken. Is ook wel leuk, hè? Want ik wil aan de andere kant wil ik nog zo meteen een tekstje plaatsen. Oh, kijk nou hoe gezellig met die palmbomen erbij. Past toch helemaal bij het nieuwe papier zomer in je bol? Het papier van de palmbomen. Nou, ik had zomaar even een groen stukje cardstock genomen, Linda. Maar al die bruine tinten komen natuurlijk uit dat bruine standaard blokje van Studio Light. Ik zal even kijken of ik hem hier bij de hand heb. Gisteren maakte ik hem thuis open. Toen had ik echt nog maar een paar velden erin zitten. Maar dit is het blokje Earth Tones. Daar zitten die bruine tinten in. Die is €7,99.
En daar zit heel veel bruin in, wat je dus kunt gebruiken voor palmbomen en ook voor Beertje Ted en voor van alles. Ik wilde een tekst maken met deze nieuwe set. Die set is van Studio Light, die heet Hallo Zonnetje. Hallo Zonnetje, wat leuk dat je er bent. Kom, laten we de bloemetjes buiten zetten. Fijne verjaardag. Na een lange koude winter bloeien de mooiste bloemen. Als je om je heen kijkt, zie je hoe mooi alles is. Nou, ik ga gewoon Hallo Zonnetje doen. Want dat vond ik wel passen bij deze kaart. De stempelset is €6,99 van Studio Light. Ik heb een klein bannertje even gestanst. Dat is uit de bannerstans van Kraftlab. En dan nemen we even onze stempelhulp erbij. En dan gaan we even die tekst netjes afdrukken. Dus ik leg de banner even op mijn stempelhulp. Die banner is te lang, maar ik knip hem zo meteen op maat als ik het tekstje erop gestempeld heb. Hallo Zonnetje komt erop. En die past weer precies op ons bannerstandje, dus dat is wel gezellig, hè? Even in de inkt zetten. Ik doe dat met een zwarte versafijn, want ik vind een versafijn de mooiste afdrukken maken. Als je teksten wilt stempelen, daar hebben we dus die minis van. Zo, en dan hebben we een afdrukje gemaakt. Bij deze bannerstanden zit ook nog zo'n soort reinforcer dingetje. Die gaan we zo even aan de zijkant eraan maken. Deze leggen we trouwens even opzij. Dat we hem netjes afwerken en dan maken we er zo meteen nog een leuk koortje of zo maken we eraan. Dus hier knippen we hem wel even een beetje smaller, hè, want ik zei al, hij was te lang. En dan ga ik hier dat reinforcertje overheen plakken. Maken we zo met een gaatjesmaker nog een gaatje erin. Kijk, en dan heb je je bannertje gewoon heel netjes afgewerkt. Ja, die stempelhulp is ook een hele fijne inderdaad, wat Angela zegt. Die is van Studio Light. €25,99 is die. En als je dus teksten wilt stempelen en je gaat niet helemaal in één keer goed, dan doe je het gewoon nog een keertje opnieuw. Als je dat natuurlijk met een acrylblok doet, dan kun je nooit nog een keer precies op dezelfde positie een afdruk maken. Dus dan is vaak, als je dus rechtstreeks op je kaart stempelt, denk ik, oh, dan is heel je kaartje verpest. Dan kan je wel huilen, toch? Trudy Volwater, de honeypot is niet leverbaar van Harmony. Ik zal morgen voor je kijken welke kleuren er wel zijn. Maar honeypot hebben we al een week of zes niet. Die heeft de leverancier niet meer op voorraad. Kijk. Hier dat reinforceltje eraan. Ik neem even een gaatjesmaker erbij. Deze is nog een oude van Joy, maar die hebben we nu ook van X-Cut. Maken we even een gaatje in het bannertje. En ik heb hier vast nog wel een leuk koordje liggen. Oh, hij is nog niet helemaal door. Doe hem nog een keer, want hij moet natuurlijk door een paar laagjes papier. Zo. Kijk, zo maak je met die gaatjesmaker een gaatje erin. En dan kun je er een koordje aanknopen. Ik zal eens kijken of dat we een bijpassend kleurtje hebben. Laten we maar een stukje bruin koord nemen. En dan maken we ons kaartje natuurlijk zo lekker af met een koordje eraan met een tekst. Vind ik altijd wel leuk. Nou, het wordt lekker zomerse, dames. Ik heb het goede weer in ieder geval besteld. Zo, dus deze komt hier even doorheen. Kijk, maakt het altijd wel een beetje stoer als je aan zo'n banner dus een koordje doet. Doen we hier ook weer wat stukjes foam op. Nou, kan ik trouwens ook wel even met kit doen. Waarom niet? Mieke, wij verkopen geen Distress Ink. Dat merk van Ranger hebben wij niet. Dan
dan ga ik hem gewoon lekker hier overheen zetten zo. Hallo zonnetje. En dan was dit mijn inspiratiekaartje voor vandaag. Ik ga nog eventjes met jullie de winkel in, want ik wil nog wat andere dingen laten zien. Ja, Annie, je kunt ook gewoon vanuit België inderdaad bestellen in de Tikkie. Ook grote dingen zoals die glazen plaat. Gaat allemaal goed komen, dus gaan we allemaal voor je in orde maken. Die glazen plaat waar ik op werk, die kliedermat, die is 45,50. Hè? Die kun je ook natuurlijk met je 15% extra kassakorting bestellen deze week. Benoem even goed wat je wilt hebben, dames. De mal, de tekenmal van de Wereldbol, die is 4,99 als je die wilt bestellen. En ik ga nog even de winkel in, want ik ga jullie nog even wat andere dingen laten zien. Misschien heb je nog niet alles meegekregen van wat we de laatste tijd allemaal hebben laten zien. Kijk, hier ligt dus de teken of de standsmal van de palmboompjes nog van Elizabeth Craft. Hè? 13,99, dat is dus de mal die ik gebruikt had. Under construction look roepen jullie ook. Die hebben we ook weer een hoop binnen laten komen. Kijk eens, die hangen hier bij ons Elizabeth Craft verhaal. Die stoere papierset die Hanny ook mee ontwikkeld heeft. 8,99, dit papiersetje is dus niet op 2020 formaat, maar op 21x21. En er is goed over nagedacht, want alle planner essentials mallen van ECD, een planner formaat is 21 centimeter hoog. Dus hebben ze goed over nagedacht. 8,99. Ik heb ook het spierwitte waterkolorpapier trouwens weer op voorraad. Hè. Die gebruik ik voor mijn Klieder plannerpagina's. Ik zei het jullie al, ik gebruik ook wel eens schut. Maar het schut, dat is een beetje gelig. En als je dus een hele achtergrond maakt met inkt, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar als je dus ook delen wit wilt houden, hè, zoals wij op onze plannerpagina's doen, dan is dat niet zo mooi. Dus het watercolor setje hier zit 24 vel in. Formaatje A5, 6,99 is die. En dit is ook leuk, hè? Als we toch even into the planners zijn. Hier heeft Hanny een keer een workshop meegegeven. Pimp je journal. Want Elizabeth Craft heeft deze toffe canvas planner. Die kun je dus zelf helemaal pimpen. Nou, Corrie heeft van het weekend ook weer een hele mooie gemaakt. Die gaat ze jullie vast wel laten zien. Maar dit is dus een canvas planner. Daar kun je dus zelf met verf, met inkt, met structuurpasta kun je daarop. Net wat je zelf wilt. Deze moet ik ook even laten zien, want die is ook weer leverbaar. Die was een hele poos was die er niet. Maar die is weer leverbaar. De Alphabet Tabs van Elizabeth Craft. 23,99 kost die. Kijk eens. Ik vind de voorkant van de verpakking wel een beetje verwarrend, moet ik zeggen. Want daar kun je helemaal niet op zien wat de bedoeling is. Maar je kunt dus met lettertjes kun je tapjes maken in je planner. Dat kan ook op je kaartje. Dat had Nathalie ook al een keer gedaan. Dus 23,99 voor de Elizabeth Craft Stans Alphabet Tabs. Was een poos niet leverbaar, maar hij is er weer. Oh, deze hang ik morgen wel even terug. Hier hangt ook weer de Elizabeth Craft Set Art Party. Hè, waar ik met mijn Benjamin een kaartje mee had gemaakt die aan het schilderen was. 20,99 is de Set Art Party. En dit is die standsmal file folder page met die tapjes. Waar ik ook met een foto van Leo deze pagina meegemaakt had. Dus je krijgt bij dit soort planner essentials mallen ook altijd een basisstans. Die ook meteen die gaatjes stanst voor in je planner. Dan ben je natuurlijk wel gebonden aan dat modelletje plannerpagina. Denk je van nou ik ga lekker zelf plannerpagina's maken. Dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we voor zowel in de planners van Studio Light kun je die gebruiken, maar ook in de planners van Elizabeth Craft hebben we deze perforator. Die is €19,99 en daar kun je dan je eigen binding mee maken. Dus je eigen gaatjes perforeren, zeg maar. €19,99 voor de perforator. Wil je je papier nog aanvullen met de 15% korting? We hebben deze mooie pakken met glad cardstock, dus de smooth kwaliteit.
75 vel, ja, ik zeg het goed, op scrapformaat voor €29,99. En dan hebben we natuurlijk onze eigen pakken Bella Lulu, Kraft, we hebben wit, we hebben ivoor en zwart. Dat is 100 vel voor €31,99. Nou, alles van Kraftlab kan je natuurlijk lekker shoppen met je 15% extra korting. We hebben het laatst opnieuw ingedeeld, want we hebben nu al 2 rekken nodig. En dan kunnen we nog lekker uitbreiden, zie je wel. Dan hangen de friends bij de friends en de stempels bij de stempels. Dus ook als je daar iets van wilt bestellen van Kraftlab, kan al een beetje verklappen wat deze en ik dinsdagavond gaan doen. Dinsdagavond is er natuurlijk weer een knutsel mee. Dinsdag 8:30. Ik ga met deze aan de slag. De Friends accessoire set voor Pasen. €13,99 kost die. Kun je die leuke eitjes en die paashaasoren kun je daarmee maken. Hè? De paashaasoren en daar zit ook je potjes verf zitten daarbij. Nou, Happy Birthday. Die heeft Linda gemaakt met de Words XL stans. Happy birthday. En dan heeft ze van de A heeft ze de O gemaakt. €13,99 is de Words XL stans Happy Birthday. Kijk, en Benjamin is de schuldige. Die houdt de A dus achter zijn rug. Nou, dat leuke printje met die stipjes. Die komt ook uit ons nieuwe peperpetje en dat is excellent. Oh, Jos, er komt opa aan. Jos mag vandaag een dagje bij opa en oma blijven. €7,99 is dit blokje. Dat is de nieuwste. En dit is ook wel een hele gezellige. En die matcht daar eigenlijk weer prima bij. Hey pap. Kijk, helemaal blij. Shockt hij meteen achter opa aan. Dit is het peperpetje Dots & Stripes. Oh, hij ligt bij Jeroen daar op kantoor. Papa, de riem. Papa. Hij ligt daar bij Jeroen op kantoor, de riem. Dots en stripes, streepjes en stipjes, heel veel. Past hier qua kleurtjes weer precies bij. Dus allebei die blokjes zijn €7,99. Nou, dan had ik van de week dit techniekje laten zien. Het ideetje was van Annette. Ik heb mijn kaartje nog thuis liggen trouwens. Met de stempelset van Kraftlab. En die heet Berry Sweet. Dat is deze. Die aardbeidjes kun je dus zelf stempelen, inkleuren, kan met Copics, maar kan ook met zo'n watercolor techniekje wat we van de week hebben laten zien. Lekker kliederen met een penseeltje. We hadden hier de aardbeidjes gestempeld met deze kleur van Memento. De kleur Love Letter, een mooie rode kleur. En als je dan weer met diezelfde misters... Doei, ik zie je straks, hè pap. Als je met diezelfde misters die ik net ook liet zien, een beetje rode inkt op je werkblad, beetje water eroverheen, penseeltje. En dan kleur je die aardbeidjes zo op deze manier in. Het filmpje staat ook weer op ons YouTube-kanaal natuurlijk. Sandy, ik weet niet. Oh ja, die hebben we nog wel. Die ronde doorzichtige plakstenen, dat bedoel jij die van Dress My Craft, bedoel je daarmee, hè? Die hebben we, dus dan moet je even aangeven of dat je de kleintjes wilt, het medium formaat of de grote. Dit zijn dus gewoon van die transparante druppels die je met de lijm van Dutch Doo Badoo op kunt plakken. En die hebben we dan ook nog in hartjesvorm, klein, medium en groot. Dus dat was wat je bedoelde. Nou, we verloten natuurlijk in deze Tiki Live deze 4 leuke stempels. Misschien denk je, nou, ik wil ze sowieso gewoon los bestellen. €7,99 zijn ze. En dan hebben we dus 4 verschillende. Draakje met de bloem, draakje met het cadeautje, draakje met de ballon en het draakje met de taart. Dus misschien denk je, ik wil helemaal niet wachten op die prijs. Ik ga ze gewoon alle 4 los bestellen. Dat kan natuurlijk ook. En dit is natuurlijk het papiersetje Zomer in je bol, hè, die ik vandaag heb gebruikt. Een hele gezellige, tropische set. €5,99 kost die. Ik moest even nadenken. Nou, dus we laten lekker de reacties openstaan, dames. Zaterdag hebben we trouwens ook weer gekleurd in een make and take met Joyce. Dat was ook heel leuk. Deze buddies hebben jullie mogen komen kleuren. Wil je die stempelset voor thuis? €8,99 kost die. En hij heet Buddies Party.
Nou, ik laat de reacties openstaan, dames. Ik ga dadelijk lekker vertrekken. Morgen vroeg ben ik er ook weer om 10 uur. Ga ik ook hier weer heel veel leuks laten zien, want er ligt nog veel meer. Boven hebben we nog van alles klaar liggen. Kijk vandaag gewoon lekker op je gemakkie wat je wilt bestellen en dan gooi je het erin. Zorgen wij morgen dat het in orde komt, dat het weer in je mandje komt. Dus ik dank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik wens jullie een fijne dag. En dan zie ik jullie graag heel snel. Dus tot gauw. Doei doei.